Zet de startauto. Nog 100 meter tot het startpunt. Vijftig meter, 30 meter. Start gevallen. En de start begint desastreus voor Kenzo Vlevo. Die begint met een onstuimige galoppade. Loopt nu weer, maar heeft een 10-15 lengte toe te rijden. En heeft nu alweer de draf verruild voor de galop. Intussen heeft Jacajoro JC de kop gepakt. En heeft een lengte voorsprong genomen op Christy Scott. Derde positie is voor Zagara Waisas. En op de vierde plaats ligt Fezit. Daarachter op de vijfde plaats Joep Zwageman met Jukol Twico aan de buitenzijde. Op anderhalve lengte Kazor Labiet en die wordt op drie lengte gevolgd door Josanne J.E. Dan volgt Kerouan en Helena Olderson sluiterij als de paarden in de rechte lijn voor de tribune komen. En zo dadelijk bij het passeren van de finish nog een volle ronde af te leggen hebben. En daar springt op dit ogenblik de nummer 1 eruit, Zagara Waisas. Die is uitgeschakeld. Als de deelnemers de laatste ronde ingaan, is de leiding inmiddels voor Christy Scott. Christy Scott met een lengtevoorsprong. Jacajoro JC op de tweede plaats. Dan Fezit geflankeerd. En nu ook gepasseerd door Jukol Twico. Die aan de buitenzijde met Tom Kooijman nu plaatsen goed maakt. Naar voren komt. En dat is ook een impuls voor Marciano Hauber om met Carzola Biet op te schuiven. Die kiest de rug van Tom Kooijman. Aan de binnenzijde ligt dus Fezit erachter. Joep Zwageman, Kerouan en Helena Olderson. Dat is de cluster die op dit moment de rollen gaat verdelen. Als we voor de laatste maal aan de overzijde van de baan zijn, halverwege de rechte lijn aan de overzijde, leidt Christy Scott. Tesselaar kijkt eens naar rechts, ziet dat het paard wat hem het dichtst bedreigt de nummer 4 is. En dat is Tom Kooijman met Jukol Twico. Aan de binnenkant gaat Jacajoro JC middels een zuinig parcours sterk mee. Daarachter dan Fezit geflankeerd door Cazorla, Bietan, Joep Zwageman, Kerouan, Helena Olderson. Deelnemers gaan de laatste bocht in en bij het indraaien van de laatste bocht is Christy Scott nog altijd de leidster. Hij heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats Jukol Twico. Daarachter volgt aan de binnenzijde Jacajoro JC aan de buitenzijde, Cazorla Biet, dan Fezit en dan Joep Zwageman. En zo komen de laatste rechte lijnen nog 200 meter te gaan. Christy Scott van kop af heeft hier nog altijd een lengtevoorsprong. Aan de buitenzijde komt nu de aanval van Cazorla Biet. Jukol Twico kan niet meedoen in de eindstrijd, zo lijkt het, maar vindt nu wel een hernieuwde kracht. We gaan de laatste meters in en het is nog altijd Christy Scott die leidt. En Christy Scott wordt niet meer bedreigd. Heel sterk op Fezit nog naar voren. Goed voor een tweede plaats. Derde wordt Cazorla Biet. Close voor de vierde plaats tussen Jukol Twico en Joep Zwageman. Opgelet, werden uitgeschakeld de nummers 1, 2, 5 en 11. Voor de vierde plaats wordt de film nagezien.